Welkom bij een gloednieuwe Pantelitsch podcast video. Zoals jullie zien sta ik voor het hotel van Ajax. Goed dat je wederom kijkt. Op de eerste video heel veel leuke reacties. Veel likes, maar ook wat reacties over Jay Gorter. Hè? Had ik daar wel helemaal gelijk? Nou ja, daar ga ik in deze video achter komen. Verder bezoeken we natuurlijk trainingen. We gaan praten met clubwatchers en ik neem je mee. Hoe lekker zijn wat influencers hier in Oostenrijk dan? Eten is belangrijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de hele selectie, of tenminste Tadić zag ik. Ik zag Klaas. Dus wij dachten, we gaan de achtervolging inzetten. Maar we zijn ze echt helemaal kwijt. Kans groot dat ze nu al op het trainingsveld zijn. We kunnen sowieso hier even achter dat hek gaan filmen en zo. We mogen niet op het trainingscomplex. En dan moet je daar een beetje gaar in de hoek staan. We zijn nu een beetje aan het kijken van oké, waar kunnen we dan wat betere beelden maken. Moeten we even zo'n grasveld trotseren. Maar goed. Alles voor de club. Alles voor de Ajax. We don't care. You walk over there in front of our fence, you can see much better. Nou, dus een hele lieve mevrouw die zegt gewoon ga maar in onze achtertuin staan. In plaats van dat Ajax zegt van komen jullie maar aan de zijlijn staan. Maar verschil moet er wezen. Maar bij de training een beetje zien vanaf hier. Nou, de keepers. Het leuke is dus wel, daar zit de media, hier zitten wij. Yes, hierachter is Ajax bezig aan een besloten training, maar uiteindelijk, na ongeveer een half uurtje, zijn we dan toch weggestuurd. Jammer, maar we hebben genoeg gezien, we hebben genoeg beelden. Geluk bij een ongeluk, morgen trainen ze weer twee keer en dan gaan we gewoon weer. Welkom bij de FC Afkikken voetbalzomer van woensdag 20 juli. Zoals jullie zien, tenminste de kijkers op YouTube, zit er niemand naast mij, maar er hangt wel iemand aan de lijn. En dat is iemand vanuit Oostenrijk, vanuit Bramberg wel te verstaan. En het is niemand minder dan Lars Jesse van Heijden. Goedemiddag, wat leuk om na een paar dagen weer eens in de daily te zitten. Ik ga het klaarmaken. Ja man, ik sta even Maarten doen. Vanavond is een belangrijk moment. Gaan eten met Freek Jansen en met Johan Nienam van het AD en van de Voetbal International. Dit is het moment om te shinen. Misschien mogen we dan morgen op het trainingscomplex. Ja, dan ga ik ook nog even warm maken. Doe dat, want dat is wel nodig. Gelukkig sta je achter de camera. Einde van dag 4 en dag 4 staat in het teken van rust. We hebben de hele nacht zitten editen aan de video die eerder online is gekomen. Overdag zijn we even gaan kijken naar de training van Ajax. Ik heb de daily opgenomen met Broes. En vanavond ben ik lekker gaan eten met Freek Jansen van Voetbal International. Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Was gezellig, heerlijke burger gegeten. Vanaf hier tot morgen. Onze nieuwe aanwinst, hij is binnen. Ja man, hij is ook in Oostenrijk. Ik zit even een filmpje van Ajax TV te kijken dat hij zich aan alle teamgenoten voorstelt. Maar ik vind eigenlijk ook wel dat hij zich even aan ons moet voorstellen. Zonder gein, wij moeten ons natuurlijk aan hem voorstellen. En ik wil hem gewoon even spotten, ik wil hem zien. Ik ben enthousiast man, Kelvin Bessie, echte Ajax. Dit is dag 5! Nu ook nog automonteur. Nou, dit is voor mij verder geen probleem. Ik ga even die bougie vervangen en dan... Draait hij weer als een zonnetje. Ik denk wel dat de motor even uit moet. Jarenlang in de auto-industrie gewerkt. Dus ik weet natuurlijk komt precies waar de pas. Olie zit. Is dit olie? Ja, ik zie het al. Hij staat in de fik. Je hebt toch zo'n stokje nodig? Waar je het kan, Ja, waar is dat dan? Is dat dit? Ja. Nee, dit is geen stokje. Waar zit dat kutstokje? Even kijken, zo doet de echte automonteur dat ook. Even. Want de auto, voor de duidelijkheid, geeft dus een melding dat er problemen zijn met de olie. Maar ik geloof het niet. Oké, okay, moment van waarheid. Wat vindt hij? Vind ik weinig olie, jij? Ja, we moeten het olie vervangen. Nou ja, dat is het koud kunstje, gewoon even olie kopen. Maar eerst moeten we Bessie spotten, dus dat gaan we eerst doen. Props.
Dat gaat oud naar de kloten. Beste spotten. Dat is belangrijker. Yep. Godverdomme. En Bessie dan? Ja, Bessie, kijk maar even. Technician. Maar klinkt hij nou, klinkt hij nou weer lekker? Ja, het is gewoon normaal. Hij klinkt weer gewoon normaal? Ja. Kijk, weet je, je krijgt een beetje vieze handjes. Maar ja, automonteur Lars regelt het wel allemaal. Kunnen we nu eindelijk naar Bessie? Ja. Yes, yeah. Welkom Bessie. Wat een baas, hè? Direct terugzwaaien. Je ziet, dit is vriendschap. Dit is liefde op het eerste gezicht. Dit is Lars van Heijden, Kelvin Bessie. Dag 5 en tevens onze laatste dag hier in Bramberg am Wildkogel. We gingen op zoek naar Bessie en we vonden Bessie. Eerst een hele hoop andere spelers. Daily Blind zwaaide vrolijk. De Latino's zaten er lekker in. Maar toen kwam die, Bessie, en hij zwaaide terug. Nou ja, mijn hart is vervuld, want ik begon vanochtend met het kijken naar het interview van Kelvin Bessie. En och, dat is nu al een publiekslieveling. Het lijkt alsof hij precies weet te zeggen wat het publiek wil horen. Maar volgens mij doet hij het niet expres en is hij oprecht blij bij ons alle Ajax te zijn. En dit is natuurlijk ook een van de mooiste clubs ter wereld, zo niet de mooiste club ter wereld. En nu zijn ze daar aan het trainen. Je ziet misschien wel al die zones op het veld, al die lijnen over het hele veld gelegd. Dat hebben ze op de toekomst ook. Dat gebeurt om tactisch te trainen. In welke zone moet de speler lopen op welk moment in de wedstrijd? Nou goed, dat soort dingen is Schreuder nu aan het doen in het trainingskamp. Dus hij zal extra blij zijn dat zijn centrale duo nu compleet is. En verder. En wij zo meteen nog even in gesprek met Freek Jansen. En zien we wel wat de rest van de dag ons brengt. Ajax traint vanmiddag nog. En dan zit de dag er wel weer zo goed als op. Ook een paar dagen in Oostenrijk inmiddels. Ja. Vind je dat altijd lekker? Ja, ik vind het wel even een hoogtepunt wel van het jaar. Hè? Omdat je bent echt een week lang eigenlijk overal bij. Ja. Je ziet alle trainingen. Nou, je weet, in Amsterdam zijn de trainingen zelden toegankelijk, ook voor media. En helemaal na de coronatijd, dat is natuurlijk logisch. Je ziet echt dagelijks dingen waar je, ik denk wel een half jaar mee vooruit kan. En dan is in januari weer een trainingskamp, dan kun je weer naar een half jaar. Nee, je kunt echt, wat je ziet, ook een beetje gewoon tussen spelers onderling, maar ook, je ziet ook lange trainingen. Je ziet ook een beetje de hand van de trainer, wat hij wil. Dat geeft elk jaar wel echt wel veel waarde voor in het volgen van de club. Want als je kijkt, en nu Schreuder ten opzichte van Ten Hag, wat is er anders aan dit trainingskamp? Ze hebben natuurlijk anderhalf jaar hebben ze al samen opgetrokken. Dus het zou ook wel gek zijn als die, sowieso heeft Schreuder bij zijn aanstelling direct gezegd, ik ga echt niet in één keer alles anders doen. Ik wil gewoon doortrekken. Is ook logisch, want Ajax heeft natuurlijk de afgelopen 4 jaar zoveel successen gehad. Ook met de manier van spelen. En die manier van spelen staat ook dichtbij hoe Schreuder erin staat. Die heeft natuurlijk de eerste anderhalf jaar heeft hij dagelijks van dichtbij meegemaakt hoe Ten Hag en Schreuder zelf eigenlijk Ajax naar hun hand zetten. Dus je ziet veel overeenkomsten, maar ja, goed, uiteindelijk is Schreuder ook wel weer een heel ander type dan Ten Hag. Als je kijkt, hè, als ik zo'n training zie, dan zie ik een training. Maar waar let jij nou op? Ik ben wel fan van trainingen kijken, hoor. En daarom vind ik het ook jammer dat het in Amsterdam vaak besloten zijn. Ja. Je probeert je ook een beetje te verplaatsen in de trainer zelf. Dus ook welke keuzes die maakt. Ik weet dat er was jaren geleden, toen zaten ze ergens anders in Oostenrijk. Er was ook een voorbereiding en toen zag je de 11 tegen 11 opstellingen. En dan zag je vrij vroeg in de week, dat De Boer was dat, die koos toen voor Teten. Met de plek van die kwam naar Van Rijn. Ja. Van de Wilm van de Rijn vlak door elkaar. Ik kwam in plaats van Van Rijn. Dus Van Rijn was eigenlijk op dat jaar al de rechtsback. En toen merkte in één keer Van Rijn bij de wissels, terwijl hij wel gewoon fit was. Kunnen we goed natuurlijk opletten hoe dat dan loopt. Maar toen speelde dus Teten eigenlijk voor het eerst. Hij was helemaal onbekend als rechtsback. En dat zijn wel van die kleine dingen die je dan, daar moet je alert op zijn dat je die ziet. En dan is ook, hoef je het niet gelijk groot te gaan verkondigen. Maar het is meer waar je, dat je dat eigenlijk dan in die daaropvolgende weken zie je dat dan terug in zijn keuzes. En zoals vandaag, bijvoorbeeld Kudus op, heel gretig, heel aanwezig. En je ziet ook die jonge gasten, vind ik ook altijd interessant te zien, nu met die Rasmus en die Linssen. Ja. Van hoe houden die zich staande? Nou, dan zie je Rasmus dat hij ook in zo'n partijspel
aanwezig is. Ja. Dus dat zijn eigenlijk van die dingen die je door die trainingen te bekijken ziet. Ja. En dat was het eigenlijk de afgelopen jaren ook vaak hier met de rechtsbackpositie. Daar zag je Serginho Dest. Die pakte die rol op, daarvoor Mazraoui pakte die rol op. En nu is het ook interessant, oké, Rens, hoe laat hij het zien op training? Of wordt dat nou echt de rechtsback? Of in andere keuzes? Ja, er zit van alles in. Wat denk je? Rechtsback willen ze er nog bij hebben en een tweede spits eventueel? Ja, rechtsback denk ik echt een beetje examenweken zijn, hè, waar we het jullie ook vaak over gehad hebben. Van hij moet het nu laten zien, hij heeft het 2 jaar geleden goed laten zien, vorig jaar terugslag. Het is voor hem echt nu, laat hij het zien en is het dan ook genoeg voor Champions League niveau of is het voor de Eredivisie? En als jij, je had het net even over Rasmussen en Kudus, wie wordt voor jou de verrassing van het seizoen? Oef. Op basis van nu? Op basis van nu, zo. Ja, dat is vaak, dat is toch gelijk geen verrassing meer. Hè? Maar, dat is waar. Met de verrassing van het seizoen. Nou ja, kijk, Kudus, dat vind ik wel, die heeft natuurlijk nu 2 seizoenen gehad, alleen maar blessures. Ja. En dan kwam hij terug en dan merkte je dat hij veel te geforceerd eigenlijk zichzelf wilde laten zien. En hij kreeg weinig speeltijd. En weinig speeltijd. 10 minuten, ja. 5 minuten. Maar dat had ook met te maken, op het moment dat hij erin kwam, dan ging hij echt achterin lopen pingelen, veel te veel risico nemen, waardoor hij ook niet betrouwbaar was. En vooral Ten Hag, die had dat natuurlijk echt wel, dat hij daar heel erg op lette. Nu zie je meer een aanvallende rol, hè, de spits, afgelopen dinsdag, nu de partijen ook een beetje vrije spits, die rol. Dat hij dat echt wel goed invult en heel aanwezig is. Dus ik hoop ook voor hemzelf, voor zo'n jongen na 2 jaren waarin hij natuurlijk wat tegenslag, dat die het dit seizoen meer kan laten zien. Maar het wordt dringen, hè? Het wordt dringen op het middenveld, het wordt dringen voorin. Dus dat is ook wel leuk om te volgen. Ik had gezegd, Gorter nog te onrustig. Yeah, yeah. En heel veel mensen zeggen, die Lars die heeft helemaal geen verstand van. De keepers blijven wat, hè. Dat was vorig jaar natuurlijk ook baanloos. Maar wel die keepers, dat je dan midden in het seizoen nog iemand als Titon moet halen. Ja. Altijd zwakte bot. Dus dat is echt wel een probleem. Maar je hebt met Pasveer en Stekenburg veel ervaring. Maar Stekenburg weer geblesseerd. Dus dat heb ik 3 weken geleden geblesseerd geraakt. Toen werd gedacht, volgende week is hij weer terug. Nou, nu is hij de hele week hier ook niet bij. Ja, Pasveer zie je nu ook in de partijen weer erbij. Ja, dat zou gek. Die heeft natuurlijk een vervelende breuk gehad in zijn vinger. Maar als hij gewoon langer fit blijft, aanwezig blijft, dan kan dat gewoon voor mijn gevoel de eerste keeper zijn. En iedereen ziet het talent. Alleen hij is ook nog heel, bijna soms te gretig, hè? Te druistig. Dat hij komt heel snel uit de goal. Tegen Salzburg ook heel erg inderdaad aanwezig en dat doen. Dus ik denk dat uiteindelijk pas weer als hij weer gewoon hersteld is, dat gewoon nummer 1 wordt. Dus voor alle criticasters onder de video zeg jij van, nou ja, Lars heeft wel een klein beetje gelijk. Lars heeft altijd een klein beetje gelijk. Nooit te veel, maar altijd een klein beetje. Okay. Laatste nieuws, Lars. Brian Brobby terug. Ja, lekker toch? Nou ja, we wisten het natuurlijk al een tijdje, maar dat het nu definitief is wel fijn. Want je hebt natuurlijk dat hele, die zaakwaarnemers eromheen, hè. Met Fortes Rodriguez en nog wat mensen. En best een lastige deal gebleken voor Ajax. Maar ik ben er wel positief over. Ik hoop wel dat hij het gaat laten zien. Topscore de Eredivisie verwacht ik van je, Brian. En ik krijg nog een shirt van je, want ik won met pesten toen we een podcast opnamen. Dus die wil ik nu wel echt. We gaan mountainbiken, want onze fietsen zitten in het volgende karretje. En ik zit voor het eerst in zo'n ding. Hoe noem je dit? Een skilift. Een skilift. Ik zit voor het eerst in een skilift. Maar ik dacht gewoon dat we over een asfaltweg naar beneden gingen, maar we gaan over dit. Dit is schrik. Ik heb nog nooit gefietst. Ik heb serieus sinds mijn 11e al geen fiets meer. Ik heb ook geen kniebescherming ofzo. Voor een elleboog. Ik heb niks. Ik dacht, we gaan mountainbiken, is wel vet. En ik vind het nog steeds vet, maar ik vind het nu wel spannend. Of dit mijn laatste stand-upje ooit gaat zijn. We staan hier echt op een veel te hoge berg voor iemand die nog nooit op een mountainbike heeft gezeten. En iemand die sinds 11e al geen fiets meer heeft. Ik ging altijd in Lochem, waar ik vandaan kom, lopen naar het station en lopen naar de voetbal en lopen naar de stad. En ik haat eigenlijk fietsen. Maar nu gaan we op mountainbike zo naar beneden, omdat ik Ajax-spelers ook de hele week naar beneden zou gaan op fietsen. Of nou ja, naar beneden gaan zij fietsen 1 rechte weg. En ik dacht, het is wel leuk om de hoogste berg hier af te jagen op deze fiets. Nou ja, als je mijn gezicht ziet, dan heb ik er heel weinig vertrouwen in. Ik vind het oprecht echt fucking spannend, jongens. In mijn buik, Jamie heeft een GoPro om. Dus daarop gaan jullie ook mijn afdaalskills zien. Ja, het enige wat ik nog ga doen is gewoon een kruisje slaan en die koe omhelzen. En hopen dat ik straks nog leef.
Ja, lieve mensen. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En voor ons is de tijd aangekomen om terug te gaan naar ons prachtige kikkerlandje. Heel erg jammer, maar wat een mooie dagen waren het. We hebben genoten van de natuur. We hebben met Freek gesproken. We hebben Ajax-spelers gespot. We hebben trainingen gekeken. We hebben zoveel geleerd. En jullie hebben op Twitter, Instagram, onder YouTube zoveel leuke reacties achtergelaten. Dus dat doet ons echt heel erg goed. Doe dat vooral onder deze video weer. Laat een like hierachter. Doe even reageren. Doe dat op social media. Want dan kan ik dit soort tripjes vaker maken. Nou ja, komend seizoen met de Pantelitsch podcast gaan we volle bak Ajax content maken. Elke wedstrijd weer een wedstrijdeditie. Iedere week weer een reguliere podcast. En dat wordt beter dan ooit. We gaan meer video's dan ooit maken. En dit wordt, ja, wederom een prachtig seizoen. Want onthoud, wij zijn Ajax. Wij zijn de beste. Ciao.